Ink & Cuts Body Art Conventie in Kardingen afgelopen weekend is een nieuw event in Groningen. Naast tattoos bekijken en laten zetten, kon je ook een workshop tatoeëren voor beginners volgen op een bananenschil. Dat was voor Julia Handullen de reden om er een kijkje te nemen. Want je tatoeëert zelf niet? Je bent, Nee. Ik ben eigenlijk zo'n reclamebord ook nog eens. Ja. Nou, en dan zie ik er wat op de zijkant. En ik moet zeggen, ik vind ze echt prachtig. Maar het enige wat ik nu kan denken is, auw. Nee. Nee? Nee. Au. Ik heb het mis, geen auw. Ja, het doet geen pijn, nee. De positie waarin je ligt. Dat is pijnlijker, vind ik, dan het hele tatoeëerproces omhoog. Want hoe moet je nou liggen dan? Voorover met je gezicht ergens op. Yeah. En dan wordt ook nog gestretched, dat noemen ze de drukken. Yeah. En de huid strak trekken. Mm-hmm. Ja, en dat verneem je op je wenkbrauw, op je neus. Yeah. Dat is niet prettig. En wat is nou het doel? Is het doel dat je helemaal eronder gaat zitten? Of denk je van, ik vind het nu wel even... Liefst wel. Yeah. Ja, het is echt verslavend. Voor mij althans wel. Het is net alsof je rookt en je zit een dag zonder sigaretten. Dat je denkt van... Al is het iets kleins, ja, ook al doet hij dan even iets kleins, dan ben ik alweer helemaal happy. Ik kom uit Poland en ik geef de mogelijkheid om een professionele tattoo gun te gebruiken, maar op bananas. Iedereen kan het proberen, dus ik invite je als je wilt. Ik geef je de pil, je draait iets en dan explain je hoe je een tattoo gun gebruikt. Nou, ik heb nog nooit iets getekend, dat ten eerste. Laat staan met echt zo'n tattoo pen, maar we gaan het gewoon proberen. Oh, dit wordt echt zo spannend. This is a disaster. Imagine this was someone's skin. Be careful. Not my hand. Yeah, you're only pressing when you're tattooing. When you're doing something different, you're not pressing. Yes, we did it. Dit is een ander concept dan normale tattoo conventions, wat je hier in Nederland ziet. Wat wij hebben is tattooartiesten, maar ook kappers, die mogen komen en laten zien waar ze goed in zijn, zeg maar, met figuurtjes en dat soort dingen. En dat is anders dan normale tattoo conventions waar je heen gaat in Nederland. We hopen dat we het ook vaker mogen zetten hier, want... Ja, Groningen mist wel zoiets. Nou zien we dus overal heel veel tattoo artists, maar wat ik hier zie heb ik nog nooit eerder gezien. Ik ben hier met Ruud van RSK Design. Ruud, ik kom je heel even storen. Ja. Kan je me even vertellen wat je precies doet? Ik tatoeëer eigenlijk producten. Ik werk veel met stiften, percelen. En daarmee vertel ik eigenlijk een verhaal op een product in plaats van een lichaam. Die auto, en die heb je helemaal zelf met de hand gestift? Dat klopt helemaal, ja. De buitenkant was 315 uur aan werk. En ja, tijdens mijn schoolperiode eigenlijk begon het als een project voor school. En dat is iets uit de hand gelopen. Vertel, jullie zijn promo girls en wat houdt dat precies in? Nou, we lopen hier rond. We maken reclame voor de conventie inderdaad. Voor de conventie. En er zijn ook wedstrijden met artiesten, zeg maar, met tattoos. En als ze winnen, dan geven wij hun een prijs. Wat moet je nou doen om een promo girl te zijn? Nou, er toch wel leuk uitzien. Okay. En genoeg tatoeages hebben. Ja. En een smile op je gezicht. Ja.